laatste 2 jaar, denk ik, zo, na de corona, staan er heel veel jonge mensen, echt mensen van onder de 20. En dat is gekomen, denk ik, omdat we al 20 jaar lang in België ook en Nederland ook, we gaan van de kleinste gymzaaltjes, de cafés, dus het is een langzame oorlog. Spinvis is natuurlijk moeilijke muziek, of niet super toegankelijk als je de gewone muzieksmaak neemt. Dat is rare muziek, vinden mensen vaak. Niet als je dat beter leert kennen, maar in eerste instantie is er vaak een soort weerstand. Ook mijn stem en de teksten en alles. Dus om dat te overwinnen moet je gewoon heel veel doen. Het is een langzame oorlog. En nu pas plukken we daar, denk ik, het is mijn inschatting hoor, ik heb er geen onderzoek naar gedaan, plukken we daar nu de vruchten van.